Hallo, we zijn hier in Zetterkombos in het vakatelier voor hout- en marmimitatie en bladgoud en decoratieve technieken. Ik ben Martijn Akkermans, ik heb een schildersbedrijf en een restauratiebedrijf. Met name met het hout- en marmerimitatie ben ik heel erg druk. Dat geeft mij de mogelijkheid om mijn kennis door te geven aan cursisten, schilders, stylisten of mensen die gewoon geïnteresseerd zijn in het vak hout en marmer. De interesse op de markt, dat is enorm. De schilders die daar interesse in hebben, zou ik zeker aanraden om daar een cursus voor te volgen. Want in de praktijk is er echt genoeg animo voor. Ik heb het geleerd van Bert Strik. Ik heb wel wat meer gehad, maar Bert Strik is toch wel degene geweest die mij toch wel het vak echt heeft geleerd. En daar kreeg ik ook zo ontzettend veel lol in. Ik heb een eigen schildersbedrijf en decoratiebedrijf. Het vakatelier valt daaronder. Het schildersbedrijf is met name met ecologische producten zoals een kalkverf, een krijtverf, Marques Walls, zoveel mogelijk producten die het milieu niet te erg belasten. Het hout en marmer sluit dat keurig op aan, want ik gebruik het daar ook in de ouderwetse lijnolie voor. En dat is niks in veranderd van 200-300 jaar geleden. Dit is de kist vol met percelen en daskwasten die ik gebruik voor het hout en marmer imitatie. Deze kist gaat altijd mee. Alles zit erin. Een daskwast met wit marmer, want die doe ik altijd in acryl. Maar ook de oliedas hebben we hier. Die gebruiken we voor de olieachtige, zoals een mahonie of verdemer. Een klopkwast is voor het eikenimitatie om de splinterigheid van het hout weer te geven. En dat gebruik je deze kwast voor. De studieclub Schilders is er gevraagd om de vakwedstrijd 2020. Ik heb dat bekeken en ben ik achtergekomen dat er een grijs bresje marmer wordt gevraagd voor de vakspecialisten. Het valt niet mee, want dit is een marmer wat nooit voorkomt en zelfs nog niet heb gedaan. Dus ik ben daar wel een studie in begonnen, want wat is er nou structuur? Waar moet ik nou op letten? En gelukkig had ik dit paneel staan. En ik heb hier een kleine studie, ben ik een beetje mee begonnen. Wat is structuur? Hoeveel lagen moet het hebben? En uiteindelijk hoop ik volgend jaar 2020 mee te kunnen doen met de specialisten. Ik heb een hele verzameling echt marmer in de loop van de jaren verzameld. Een Podor, het wit marmer. Dit is een paneel waar ik nog mee bezig ben. Het Podor, dat is het echte. En dit is de imitatie. Je ziet inderdaad dat ik probeer zo dicht mogelijk naar de natuur te schilderen. Daar moeten nog wel een aantal lagen op. Maar uiteindelijk zou dit er zo uit komen zien. Het Podor zet ik op met een perceel met diverse kleuren. De hoofdbestanddeel is gele oker. Daarin ga ik mengen. Een beetje bruin, een beetje rauwe omber. Alles gaat erin zo'n beetje in. Ik perceel van boven naar beneden in meteen deze grillige partijen. Daarna ga ik ze aanscherpen met een klein gummetje. En dan heb je dit als eerste laag. Een paneel bloemenhonie is dit. Dit heb ik geïmiteerd in olie. Het verschil tussen houtimitatie en marmerimitatie. Marmer schilder je echt erop. En dan ga je het een beetje weghalen met een doekje. Maar hout zorg je ervoor dat je de ondergrond weer terughaalt. Om het zo maar te zeggen. En de felheid die hierachter zit, die is daar heel erg belangrijk in. Waardoor je dus na twee lagen dit geweldige resultaat krijgt in bloemenhonie, niet van echt te onderscheiden. Nou, ik vond het zelf ontzettend interessant om bij Martijn Akkerman te kijken in zijn atelier in Den Bosch. En vond je dit nou ook een leuke video, dan kun je hem liken en je kunt je ook abonneren door te klikken op het juiste knopje. Als je dan ook het belletje aantikt, dan krijg je notifications als wij weer een nieuwe gave video van Schildersvak TV voor jou hebben opgenomen.